Hallo, u spreekt met het antwoordapparaat van Zelda Player 20. Op dit moment ben ik bezig met een nieuwe aflevering van Let's Play Resident Evil 4. Ik kan u helaas dus op dit moment niet te woord staan. Met andere woorden, ik ben er weer! Voor de kijkertjes die natuurlijk naar deze aflevering zitten kijken. In de vorige aflevering zijn we door de riolering gegaan, kwamen we insecten tegen. En die insecten die lieten mij regelmatig nogal schrikken omdat we een soort chameleon camouflage hadden. En in deze aflevering gaan we door deze deur en ik wil wel weten wat er komt. Oh god. Mooie Jezus, Miffy. Hier is een trucje. Zorg ervoor dat je hier op dit punt twee handgranaten hebt. De grap is namelijk, je hebt hier namelijk die ventjes allemaal zitten. En daar kun je nog een hoop geld van krijgen ook. Gooi een handgranaat naar hem. Wacht tot hij ontploft. Gooi nog een handgranaat. Wacht tot hij ontploft. En niks overleeft het. Nou, dan spring je hier gewoon mis, opzettelijk. Om al die goodies zeg maar op te halen. Nou, dan krijg je dus hier die pendant. Dat is het meeste waard. En je krijgt ontiegelijk veel spinal spinal van die, ja, van die kokos. Ah, eentje die heeft het overleefd en die loopt weg. Ik heb het vaak wat meegemaakt, weet je wel. Tot er geen één weg liep, weet je wel. Maar die rode is dus het belangrijkste. Want zoals je weet zijn spinals 2000 waard. En normaal gesproken met twee handgranaten heb je ze allemaal wel dood. Maar dit is een opname. Dus alles gaat fout. Dat weten we ondertussen wel. Dus we hebben alles. Nou, in ieder geval, deze ladder die zat er eerst niet. Dus nu kunnen we deze ladder weer gebruiken om omhoog te klimmen. Dus, oh, wat fijn om weer omhoog te zijn. Nou, en dan wil je dus zeg maar wel over die, plafonnière. Over die plafonnière wil je dan wel gaan lopen slingeren om naar de overkant. Kant. Nee, je kunt er gewoon langs. Maakt niet uit. Dus, komt u maar. Want we hebben een Velvet Blue. Ja, het is hier altijd druk in de studio, hè? Dat weet je, hè? Het is altijd gezellig, leuk, happy. Dus nou, in ieder geval, hier hebben we dan onze verkoper weer, weet je wel. Alleen die staat achter een dichte deur. En dat is de deur waar we naartoe moeten. Dus springen we weer een keer naar de overkant. Waarom moeten we dat? Omdat hier ook dus zo'n deur dicht zit. Nou, er zit een hendeltje. En als je die hendel overhaalt, dan gaan al die deuren open. Dus, hoef ons daar geen zorgen over te maken. En hier zit een kistje. Lijkt wel de Legend of Zelda. Nou, daar hebben we weer zo'n Allergen Mask, weet je wel, die we ook al hadden gevonden in de village. Dus je kunt hier nou gewoon naar beneden springen, dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, mocht je dat spel nog een keer willen doen, dan kun je gewoon nog een keer doen. Dat heeft geen haast nou, dus. Ik dacht dat ik hier iets zag glinsteren, maar blijkbaar niet. Ik loop zonder geweer omdat ik lef heb. Of omdat ik gewoon stom ben. Dus, nou, hij heeft volgens mij geen nieuwe upgrades. Maar ja, je kunt dus nou wel die dingen aan hem verkopen. Ja, dit is updated. Precies hetzelfde als net. Dus, heb ik daar nou genoeg voor? Not enough cash, stranger. What are you selling? Oh, daar word ik zo moe van als hij dat zegt, hè. Ik zou gelijk zo snauwerig, weet je wel. Van, nee, nee, nee. Nou, zoals ik al zei, deze kun je dus voor lekker veel poen verkopen. Deze die doen we dadelijk combinen. Deze heeft nog een blauwe nodig. En ik heb dus nog maar één groene nodig. Dus kan ik één groene mooi verkopen. Nou, de Velvet Blues kunnen weg. En de Spinals, nou, 20.000. Ja, dat is all stranger. What are you buying? Jongen, jongen, jongen. Yoshi, rot is op. Ja, dit is geen Mario-spel, dit is een Resident Evil-spel. Daar kom jij niet in voor. Nee, is that all, stranger? Ja, dan weet ik ook wel dat ze mijn draadje wil pakken, maar ik denk ik maak er een grapje van. Ja. Thank you. Grapjes zijn leuk. Come back anytime. Dan maak ik zelf een lijntje. Verlaag je prijzen. Klinkt die wel eigenlijk best wel een beetje spooky. Oeh, jongens. Hebben we hier iets? Red Herb. Ah, dankjewel. Hebben we hier nog meer? Trapje naar boven. En zeg maar dat we dadelijk hier die puzzel krijgen. Ja, ja, Castle Memo, don't care. Allemaal gezeur en gezanik. Hè? Daar hebben we geen zin in. Dus, in ieder geval, handgun ammo. Volgens mij moeten we hier nou eerst de puzzel oplossen. Oh nee, het is dit gezeur. Oké, ga gelijk achter een paal staan. Ik sta achter een paal, ja, dan hoor je mij niet te raken. Domme. Hier staan namelijk ook nog griezels die op je afkomen lopen. Dat is een treetje aangekend. Ei! Zo, jij was snel. Nou, gelukkig hebben we Red Herb, weet je wel. Dus ik heb gewoon vol leven, maar ben jij niet zo snel, Wijn? Ja, ik ken eigenlijk wel... Weet je waar? Hier, gaat dansen. Ik schiet je in je kont. Goed zo, nou, die is dood. Goed, dan ga ik even kijken of ik even die sniper mafkeze even kort. Ik sta achter een paal.
Hier. Nou, ik ken niet richten vandaag. Ga dood. Oh, wacht daar. Achter het tonnetje. Tonnetje. Filmcliché. Komt er nog geen keer eentje aan of zo? Ik hoor de hele tijd. Nee. Ik ben er niet gewoonlijk van. Nee. Matalo. Ja, matten kloppen. Nou goed, jongen. Maak jezelf eens nuttig en ga matten kloppen. Zie jij hoe stoffig deze plek wel niet is, hè? Ja. Grijp je maar aan je hoofd vast. Ja. Hier. Ja. Komt ervan als jij niet schoonmaakt. Dan word je ontslagen. Dus. Dus even kijken, hoor. Ik hoor nog meer. Smeen. Smeen. Het enige wat de jongens kunnen roepen, weet je wel, de hele tijd. Smeen. Je zit hier in een griezelspel en het enige wat ik kan roepen is. Smeen. Hey, Green Herb, dankjewel. Even kijken, hoor. Soms zitten er nog wel eens wel achter die schilderijtjes, dus je wilt ze allemaal wel checken natuurlijk, hè. Dus langslopen en een beetje op A drukken. Dus. Oh, als jij lekker wil blijven wachten, dan doe je dat toch lekker. Iemand thuis? Koffie klaar? Smoke je in een pancake? Nou, dat is een awesome brouwerschap voor de mensen die die kennen. Ja, al die fiestas, hè. Jongen, het lijkt wel Bas en Adriaan. Ali fietstas. Nou. Ja. Ik blijf gewoon hakken, hoor. Maar maakt het niet uit wat je doet. Je hebt toch een helm. Kun je toch niet schieten op je kop? Geld? Voor mij? Nou, zie het maar als een belastingbetaling dan of zo. Weet ik veel. Nou. Er zit hier... ja, dat moet ik wel even melden natuurlijk. Er is hier een manier. Als je hier bent... die rode gozer die we net zagen, die gozer met zo'n glinsterend dingetje bij zich, die dus hem, die probeert weg te lopen van jou en die probeert naar beneden toe te komen. En op het moment dat hij beneden is, dan gaat hij in het midden, komt hij tevoorschijn en hallo! Nee, dan komt hij tevoorschijn en dan staat hij achter een mitrailleur. Dus hem wil je eigenlijk, voordat hij beneden is, wil je hem eigenlijk kapot hebben geschoten. Nou, en er is een trucje voor. Je kunt het op twee manieren doen, want je ziet hem daar staan. Eén is, als je geluk hebt en snel bent, je pakt je sniper, richt op hem. En schiet hem uit de dode mieter. Ik weet niet of het me lukt, hoor. Ik denk het niet. Nou, ga eens dood. Die gozer heeft ontiegelijk veel HP. Nou, hij is flink gewond al. Dus dat is wel een voordeel. Maar we kunnen hem nog een keer raken, hoor. Daar is nog een trucje voor. In ieder geval hier, weet je wel, heb je zo'n afleidingsmanoeuvre. Omdat hij dus heel veel geld ligt en een paar kogeltjes. Dus, nou ja, veel geld. 4000. Nou ja, is mooi meegenomen. Dus, nou, en de truc die je wilt doen, normaal gesproken denkt iedereen van... Oh, ik moet hem achterna en ik ga daar die deur door. Ik spring hier naar beneden. Mm-hmm. Ja, ik doe hier nou even alles tegelijk, jongens. Zuipen, roken, echt heel de flikkerse zooi. Dus nou, in ieder geval als je dan hier komt, dan zie je hem naar boven rennen. En volgens mij ga ik dit niet halen. Ik had nog genoeg leven. Ik ben dood. Dat is ook niet eerlijk. Nou ja, ben zo terug. Oké, wij zijn maar een heel klein stukje terug. Ik heb die rode gozer nou niet zo vaak kunnen raken als de vorige keer. Maar ja, game over, hè. Stom spel. Dus dan gaan we proberen om het nog een keer beter te doen. En zo niet, ja, dan loopt hij maar door de deur heen. Dan hebben we een mitrailleur die we kunnen zien. Dat is grappig. Dus we moeten hem een paar keer raken. Nou, in ieder geval, je ziet hem dus gelijk op het moment dat je die deur opentrapt. Dan wil je er gelijk naartoe rennen. Liggen. Haha, nou heb ik je. Oh ja, dan hebben we die gozer ook nog. Jij bent degene dat ik net het niet heb overleefd. Liggen blijven. Liggen blijven. Goed zo. Die heb ik. Oh. Hij heeft wel veel HP weer, hè. Dus hou daar wel rekening mee. Dus ik heb jou geen toestemming gegeven om op te staan. En jou al helemaal niet. Zo. Nou. Deze, zoals ik al zei, heeft dus heel erg veel HP. Dus die wilde nogal vaak schieten. Of hakken. Je kunt het allebei doen. Dat dacht ik ook. Jij gaat niet richting deur. Daar geef ik jou geen toestemming voor. Dus, sta maar op. Met een lelijke kop. Nou, dan schiet ik me soms om, maar dat is zo de mieter. Goed zo. En nou blijft hij liggen.
Nou, normaal gesproken komt hij dan, weet je wel, komt hij dan door die deur heen en dan staat hij in het midden en dan heeft hij een mitrailleurtje. En dat wil je dus eigenlijk voorkomen. Dus is het moeilijker om hem te raken, weet je wel, dan... Zoals ik al zei, dan is het moeilijker om hem te raken. En dan kun je nogal problemen hebben, weet je wel, dat je veel meer kogels gaat gebruiken tot je vaker geraakt wordt. Dus, in ieder geval, ik heb mijn red en green herb mix, die heb ik nog steeds, dus olé. Goed, it's locked. Nee, goh, we hebben een sleutel. Boink. Oké, ah ja, dat is dit puzzeltje. Nou, zoals je ziet zit daar gelijk al iets te glinsteren. Volgens mij staat een Velvet Blue, ja. Ik dacht Spinal, maar dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval, dit is zo'n puzzeltje die... weer zo'n puzzeltje die je er tegenkomt. Dit puzzeltje daar had mij vroeger nog wel een beetje moeite gegeven. De grap is namelijk, hij zegt... The sacrifice of six lives shall make a way to the true prayer. Of make a... Ik kan niet meer praten. In ieder geval, je moet er dus voor zorgen tot er dus zeg maar zes zichzelf opofferen. En dan opent zich een weg. Nou, zoals we er nou zien, eentje daar, drie daar, twee daar en twee daar. Nou, dat zijn er geen zes, dat zijn er in totaal acht op dit moment. Nou, dus wat gaan we zoeken? We hebben dus zeg maar... verschillende schermpjes zo. Nou, wat je wil doen, je wil hen, wil je zo hebben en dan wil je deze draaien. Nou, en dan heb je 1 plus 2 is 3 plus nog een keer 3, weet je wel, dat is 6. Dus dan druk je op oké en de muur gaat open. Wat een verrassing! Dus, dit wordt nergens uitgelegd, dan moet je zelf dus maar achter zien te komen, dus, oh god. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Oh, God. Touché. Get rid of our American friend. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jullie zijn met 6 en ik ben helemaal in een uppie. Oh, jongens toch. Wat een paniek, wat een paniek. Weet je wat, ik heb een vuurgranaatje. Ja, af in je fiets dan. Daar, pik ik zeker. Veel leuker. Ik ben een verkouden pyromaan. Ik ga wel even in deze hoek staan. Iets veiliger voor mij. Voor mijn gezondheid ook. Voor jouw gezondheid niet. Hier, kick! Hé, hey, wilde gij die... Leef ik jullie allemaal nog? Kennen jullie nou voor de drommel helemaal niks? Als ik vraag dat jullie doodgaan, ga dan ook dood. Jongen. Die liep in Kruimeland tenminste helemaal. Ik zag er eentje met een gespleten hoofd. Komt daar iets uit? Nee? Mooi. Er is nog maar eentje die overleeft. Ja, je zag net dus weer griezels erbij komen. Die met die... hoe noem je die gekke dingen nou alweer? Crossbows. Kruisboog. Oh jee. Ik heb een paaltje hier, dus jij kan me niet raken. Na. Ik ben toch te lui om hier naartoe te komen. Eens even kijken. Haha. Als je dat hoort, weet je wel, dan vraag ik mij er altijd af, staat er een beest naast me. Oké, als je dat geluid hoort, dan moet je bang worden. Dat zijn kozetjes met... Ik kan weer raken. Auw. Jij kan mij inderdaad raken. Daar ben ik niet zo blij mee. Nou, als ik de kills zat te knipperen, dan gebruik ik maar liever een beetje health. Oh, jullie staan daar ook te schieten. Gezellig. Ik zei gezellig. Dat wil niet zeggen dat je dan maar mag raken, ja? Hey. Nou, zo hou ik geen helft over voor jullie. Oh, die heeft nou een lelijke bakkers. Ja, maar hier dan te raken. Hey. Dat is niet eerlijk. Dan heb ik helemaal geen helft meer. Doe ik jou toch ook niet aan? Even kijken. Oh, jij bent nog een eind weg. Daar dan. Nou, kom dan jij maar met je lelijke bakkers naar me toe gelopen. Maak ik je even ras af. Probleem opgelost, ja? Zo, wel veel vogels. Weet je wat nou het ergste is? Ik heb gewoon de verwarming aan moeten zetten omdat het gewoon freaking koud binnen was. Ja, je hebt de lelijke bakkers. Oké, nou in ieder geval hier boven ons.
Gaat die open? Nee, is dicht. Die is veilig nog. Oh jee, nou gaat die open. Dan wil je hieronder staan. Haha. We gaan ze zeg maar schieten met... Dan gaan ze schieten met een, ja, rocket launcher. Met een bazooka-achtig iets. En daar wil je dus natuurlijk altijd voor oppassen. Want dat is nogal gevaarlijk. Dus als je dat geluid hoort, weet je wel. Dan wil je maken dat je wegkomt. Want anders kan het nogal een dodelijke ervaring voor je worden. Hadden we nou een green hub gevonden? Ja. Mooi. Green hubjes ben ik blij om. Nou, even kijken hoor. Want hier ligt een spinal spommel. Dus... Ging eigenlijk best wel slecht, hè, toen ik veel geraakt werd. Even kijken hoor, hier ligt ook wat. Hallo. Jammer dat ik daar niet op kan schieten. Even kijken hoor, want... Als ik me niet vergis... Hebben we hier een deur. En daar zit een knopje, maar die knop die moeten we nog even mee wachten. Dus hieronder ook bijvoorbeeld, weet je wel, daar liggen nog wat potjes en pannetjes. Die we ook weer even kapot kunnen maken voor goodies. Nou, en hier aan de zijkant zit dus ook een deur. En daar wil je zeker in, omdat hier ligt dus een, ja, een yellow hub verborgen. Dus die wil je zeker wel meenemen. Nou, en de reden waarom dat ik die ene kamer nog niet in was gegaan, is omdat er zit hier een deur. Volgens mij zit dat vlakbij dat schilderij en er zit dus ook zo'n knop. En dat knopje dan moet je als eerste indrukken. Nou, dan komt er iets naar boven. Leuk. En daar komen ze weer, hoor. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon hier staan. Dat was niet slim. Dat was absoluut niet slim. Ik heb echt geen geluk met mijn health. Ik heb gezondheidsprobleempjes. Maar goed, in ieder geval, als je die deur dus openmaakt en je maakt de vaas kapot, dan zit daar dus nog een knopje. En als je dan zeg maar hier die deur openmaakt, dan zie je gelijk dat je dus geambushed wordt. Dus dan wil je wegrennen. Anders kun je dit niet navertellen. Kijk, daar zitten die twee mafkezen. Zo. Nou, zoveel HP hebben ze nou ook weer niet. Slap je handen, hè. Nou, dan wil je dus hier naartoe gaan. En dan hier vind je... de Goat Ornament. Dat is een van die drie stukjes die we dus zeg maar moeten vinden om die deur in... ik weet niet hoeveel afleveringen terug weer te openen. Dus... Dan gaan we door deze deur en dan ga ik even kijken wat het is. Want, even kijken. Ah, dat is deze ruimte. Nou, dat wordt een leuke ruimte voor de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Resident Evil 4. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.